We zijn hier omdat jullie de prijs hebben gewonnen in Samen de Straat Groen Watser maken. En wat dat Watser, dat staat eigenlijk voor een verbastering van water. Want we proberen overal met water op een goede manier daarmee om te gaan. Dat wil zeggen, water wat we kunnen opvangen gaan we gebruiken voor de tuinen. En ik zag hier aan het begin van de straat al een ontzettende mooie regenton staan. Die wordt overal gebruikt. En we proberen ook onze tuinen zo groen mogelijk te maken. Omdat we daarmee het water goed kunnen vasthouden. En toen hebben we een prijsvraag uitgeschreven. En toen zijn er meerdere straten die zich hebben aangemeld om voor de prijs in aanmerking te komen. En er is een jury geweest en die heeft er goed naar gekeken. En uiteindelijk vonden ze dat jullie straat, hier het Sint-Achtersplantsoen, eigenlijk de mooiste groene straat van Heemskerk is. En waarom? Omdat jullie zo min mogelijk stenen in je tuin hebben. Jullie hebben veel groen in de tuinen. Jullie verzorgen het ook ontzettend goed. En wat heel mooi is, jullie doen het allemaal met elkaar. Met elkaar zorgen jullie dat de tuinen er goed bij staan, goed bij liggen, goed verzorgd zijn en dat er heel veel aandacht aan wordt besteed. En dat verhoogt, denk ik, ook een beetje het levensplezier waarin je hier met elkaar woont. Dus ik hoop dat jullie nog heel veel jaren hier met heel veel plezier zullen wonen. En als onderstreping van de prijs heb ik een beuk meegenomen. Dus we moeten zo meteen even met elkaar gaan kijken waar die het beste geplaatst kan worden. De beuk kan 200 tot 300 jaar worden. Dat zullen wij allemaal niet meer meemaken, denk ik. Ik ook niet. Maar in ieder geval, we gaan hem wel plaatsen. Dus ik zou haar zeggen, naast het Watser gaan we nu de beuk erin gooien. Hier kwamen wonen. Toen was het wat triester. En op een gegeven moment zijn dus iedereen is op zichzelf begonnen om er een beetje meer kleur in te brengen. Ja, en dat heeft geresulteerd wat u nu ziet. Verschillende die hebben bomen eruit gezaagd, lage struikjes eruit gezaagd en daar wat voor anders in de terug geplaatst. Maar waarom hebben jullie nou opgegeven voor deze actie? Ik zou eigenlijk willen zeggen, ere wie ere toekomt. En dat is niet de schrijver van het verzoek. Maar dat is eigenlijk, zijn eigenlijk alle mensen in deze omgeving die onafhankelijk van elkaar, maar wel in een soort samengevoel de tuinen hebben opgeknapt. Nou, dit is nou iets waar we samen in beeld kunnen komen, terecht samen in beeld kunnen komen. En niet als een soort wedstrijdelement, maar gewoon aangeven wat men verwacht. En mag verwachten van mensen met een enige fysieke beperking om toch tot een prachtig geheel te komen. En ik vind dit is een voorbeeld, denk ik, voor heel veel mensen in Heemskerkse straten. Om eens na te denken, hoe kunnen wij samen met elkaar onze straat ook zo'n groene impuls geven. En dat doen we natuurlijk als gemeente, ondersteunen we dat met meer zaken. We hebben al enige tijd terug de regentonactie hebben gehad. We gaan eerdaags ook het zogenaamde tegelwippen gaan we ook nog eens een keer verder onder de aandacht brengen. Waarbij de bedoeling is van tegels eruit en groen erin. En het is ook leuk dat het over het algemeen oudere mensen zijn die zich nog om de natuur bekommeren. Hè? Nou ja, het is belangrijk niet alleen dat oudere mensen het doen, maar dat zeker ook jongere mensen in de nieuwbouwwijken, want dan is het ook erg belangrijk dat we daar ook de aandacht krijgen voor het vergroenen van de straat, want ook daar is het belangrijk.